De laatste Formule 1 race van het jaar werd in de Six Sky Bar tot een groot succes gemaakt. De snelste vrouw van Nederland, Sandra van der Sloot, presenteerde het. Degene die de meeste punten heeft gehaald met de loting, die wint dus de pot. De inhaalrace van Max kon worden geproost op een mooi resultaat. De feestdagen in het Grand Casino van Hotel Tiel betekent volop activiteiten en gezelligheid. De hele maand december kun je bij Grand Casino stempels sparen. Finale trekkingen vinden plaats op eerste en tweede kerstdag. Tijdens deze dagen hebben we veel live entertainment en heerlijk eten op het menu. Jan Veen komt piano spelen. We hebben een sprankelend programma op oudejaarsavond vanaf 7 uur. Onze gastheer Benny Solo presenteert deze avond en we hebben veel live muziek, een oudejaarsbingo, loterij en gasten maken kans op 2017 euro. Als gasten zich voor 15 december aanmelden, krijgen zij 10 euro speelgoed per persoon op oudejaarsavond. Aanmelden kan via onze website. En nog geen plannen voor de feestdagen? Wij hebben de oplossing. Alle mogelijkheden staan in de brochure, ik heb hem hier bij me. Maar ik kan wel heel kort even samenvatten. We hebben natuurlijk weer ons live cooking, waar we vorig jaar mee zijn begonnen. Enorm succes, herhalen we dit jaar. Zowel lunch als diner, of brunch als diner zou ik moeten zeggen. Dan heb je natuurlijk ook nog ons à la carte. Waar doen we een zesgangen keuzemenu in het à la carte restaurant, wat u van ons gewend bent. Maar komt u dan met kinderen, hebben we dit jaar voor het eerst in de Maas-Waalzaal op de begane grond. Dat zijn onze grote zalen. Een feestelijk kerstbuffet. Maar ook aangekleed met zaken speciaal voor de kleintjes, zoals facepainting, koekjes bakken, maar ook een springkussen. En ook het buffet is een beetje aangepast op hun smaak. En dit jaar dan voor het eerst natuurlijk de Skybar. En wat we daar georganiseerd hebben is een shared dining, zes gangen, met een wijnarrangementje. De brochure die ligt natuurlijk bij ons aan de receptie. Het staat ook eigenlijk op onze website in detail. Maar u kunt natuurlijk gewoon in het restaurant, als u er toch bent, om te komen lunchen of dineren, gewoon vragen of u een brochure kunt meenemen. Of kom langs bij de desk in het hotel, waar je alle informatie kunt krijgen en kan reserveren.